Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe Nail Talk Live. De show over nagels. Ja, de show over nagels en hele leuke nagels vandaag. Want we gaan het hebben over de babyboom nagels. Dus hoe tof is dat? Een van de meest populaire technieken. Hè, een superpopulaire, maar ook wel lastige techniek. Ja, het is onwijs lastig. Het lijkt heel makkelijk. En met sommige producten is dat het ook wel. Kijk, hier zie je bijvoorbeeld al een goede. Dat is zoals die hoort. Maar ja, dat is hartstikke moeilijk, want het is het blenden en het is opletten, niet te veel product en de juiste kleuren, dus is het niet zo makkelijk. Nee, dus vanavond gaan we het hebben niet over de perfecte babyboom, natuurlijk komt die ook langs, maar met name over welke fouten ontstaan er nou tijdens het maken van die babyboom. Ja, en dat zijn best veel verschillende type fouten. Jij gaat er alles over vertellen vanavond. Ja, ik heb best wel weer vier stukjes voor jullie om te laten zien met allemaal fouten erin. En ik ga dat gewoon... Ik wacht op de demo en dan kunnen jullie het daar zien. Want anders heb ik alles al verklapt natuurlijk. Ja, maar we hebben natuurlijk nog veel meer. Zo hebben we bijvoorbeeld deze hele mooie funny faces van Michelle. Echt superleuk. Doet me al een beetje denken aan het voorjaar. Ja, voorjaar inderdaad. Hartstikke leuk, vrolijk, leuke kleuren en super grappige gezichten natuurlijk. Ja. Maar Anjo komt het iets meer, gaat ons iets meer laten zien van deze tijd. Mooie donkere nail art met ook mooie lichte stukken. Goud, cool. Ja, het is een beetje stone-achtig. Ik denk met airnails. Ja, want ik wou net zeggen, het lijkt heel moeilijk. Maar wat is dit makkelijk. Je moet alleen wel even weten hoe je dit doet. We hebben ook nog een hele belangrijke dermatalk, waarin Wendy Vink ons wat meer gaat vertellen over die pigmentbanden, waar het nu al een paar keer over is gegaan. Ja. Maar nu over misschien pigmentbanden die niet zo verschrikkelijk onschuldig zijn. Ja. Dus goed opletten. Ja, zeker. Ja. Ik denk dat wij het moeten gaan zeggen. Hè? Ja. Wij gaan beginnen. Babyboom. Ja, babyboom. Een babyboom. En er gaat dus heel veel, er kan heel veel verkeerd gaan met babyboom. Ja. Wat is nou in jouw ogen de meest gemaakte fout? Nou, de meest gemaakte fout, tenminste, ik denk dat het allermoeilijkste is dat je je kleuren moet gaan blenden. Heel veel mensen denken, ik ga lekker bouwen, hè, babyboom bouwen. Maar dat is nou juist niet wat je moet doen. En daar kan het op veel verschillende manieren dus echt fout gaan. Dus het laten overlopen van die kleuren. Ja, die overloop, wat juist eigenlijk heel mooi is in een babyboom, dat is heel lastig om dat goed te doen. Ja, een babyboom is natuurlijk ook ontstaan uit een geblende variant van de French manicure nagel. Zodat je niet die hele scherpe rand hebt. Hoewel juist die French manicure met die scherpe smile lines wel weer heel populair aan het worden is. Ja, gelukkig maar, want het is ook heel erg mooi. Ik ben gek op French ook. En daar is juist ligt de nadruk op die mooie strakke rand. En hier ligt de nadruk op juist die fade daarin. En in Amerika noemen ze een babyboom ook vaak een faded French. Een faded French, ja. Nou, ja. Dat dekt de lading ook wel. Dat dekt de lading, ja, inderdaad. Heel mooi ook. Heb jij wel eens gehad dat mensen kinderen meenamen in de salon? Ja, pijn. Ja? Ja, het is echt vreselijk. Op een gegeven moment heb ik echt moeten zeggen, dit kan niet meer. En zeker op het moment dat ik meer klanten ging krijgen, was het eigenlijk niet meer in te plannen. En Linda heeft ook zoiets meegemaakt in de salon. Ja, een echte baby. Boom! Ja. Ja, zo zit je dan in een salon, dat je echt zit te kijken zo van... Ja, die ogen spreken echt boekdelen en ik denk dat iedereen dit herkent. Sommige mensen vinden het helemaal prima, neem maar mee, doe maar je loopt er echt tegenaan. En het kost een tijd, want je kan niet verder. Nou vind ik een baby nog wel makkelijker dan een peuter / kleuter. Ja, dat ze zeggen, mama, ik ben klaar met plassen. Ja. En alles aanraken en alles pakken, terwijl die baby die zit in die maxicosi... Ja, totdat het gaat gillen natuurlijk en dat er meerdere klanten zijn. Ja. Ja, ja, dat is misschien wat minder. Maar ja, je kunt daar natuurlijk wel een toegevoegde waarde van maken. Hè? Ja, dat heb ik wel eens gehoord van Cheryl. Misschien een oppas neerzetten of zo. Ja, dat is ook wel eens door mijn hoofd heen gegaan. Ik denk, zal ik daar dan iets voor regelen? Maar ja, dan heb je wel echt een hele grote salon nodig. Ja, misschien word je dan wel heel toegankelijk. Ja. Maar goed,
hoe toegankelijk wil je zijn? Vanavond gaan we het over een hele toegankelijke, maar lastige nagel hebben, de babyboom. We hebben het al gezegd. Mm-hmm. Je zei zojuist, blenden is lastig. Ja. Maar de eerste fout die je gaat bespreken is niet meteen het blenden, maar dan ga je de focus ergens anders op leggen. Ja, inderdaad. Want als je die nagel gaat maken, of je dan nou een nieuwe set van gaat maken, of dat je gaat opvullen. Als je mooi wilt blenden, heb je ook een mooie, gladde, dunne ondergrond nodig. En dat is ook een hele moeilijke. Dus ga maar kijken. Ik ga het je laten zien. Maar voordat we dat gaan doen, moeten we eerst hebben we straks even natuurlijk nog deze leuke art van Anjo. Oh, wacht eventjes. Dat jullie wel ook even blijven wit hangen. Ja, ook met wit. Soort van babyboom inderdaad. Dus blijf wel hangen. Hè, als je denkt, die video duurt mij veel te lang. Deze komt dadelijk van Anjo natuurlijk nog. Ja, maar goed opletten. Hè, en noteer eventueel. Want heel veel van deze dingen herkende ik ook toen ik ze voor het eerst zag. Hallo allemaal, vandaag staat natuurlijk weer helemaal in het teken van de babyboomnagel. Ja, ik hou ervan. Ik heb een heel mooi eindresultaat voor jullie om alvast even te laten zien. Kijk maar. Nou, wil je weten hoe ik dat heb gemaakt en wil je ook weten hoe het niet moet? Blijf dan lekker kijken en let goed op. Nou, de meeste mensen van jullie die werken natuurlijk met power gel. Dat kan ik me voorstellen, want het is ook een hele fijne gel om een babyboom mee te maken. Naast acryl, wat eigenlijk sneller gaat. Maar ik heb power gel, omdat de meeste mensen daarmee werken vandaag voor jullie om een demo te doen. En ik ga jullie laten zien hoe het niet moet. Een van de belangrijkste fouten die gemaakt kunnen worden is dat het oude product niet voldoende wordt weggeveld. Of dat een verlenging eventueel onregelmatig wordt neergelegd. Nou, beide veroorzaken eigenlijk één probleem. En dat is dat je aan het einde door de kleuren heen gaat veilen. Als je je nou afvraagt, wat is dan te dik? Wat is onregelmatig? En hoeveel product moet ik nou eigenlijk wegveilen voordat ik in een opvulbehandeling een babyboom kan gaan maken? Nou, je moet eigenlijk altijd weer helemaal terug naar de basis. Flinterdun, eigenlijk zo dun als een tip. Ik heb hier voor jullie alvast een paar leuke fouten gemaakt in de volgende nagel. Kijk maar mee. Nou, in de eerste instantie lijkt dit, nou ja, een prima verlenging. Maar als je nou eens aan de zijkant gaat kijken, dan zie je dat die eigenlijk te dik is en onregelmatig. Dus je ziet er wat, ja, eigenlijk weer spiegelingen in. En dat komt omdat het product daar te dun ligt en te dik ligt. Nou, wat er gaat gebeuren, of tenminste wat ik altijd zeg tegen een cursist, is dat werk dun, schilder je babyboom in, want dan wordt hij het allermooist. Nou, nu ga ik hier opwerken. Het ligt dus niet dun. En dan gaan we kijken wat er straks gebeurt. Dus ik ga beginnen met het wit. Ik leg het penseel op het bolletje wit wat ik heb aangebracht. Ik begin met blenden. Ik blend hem altijd mooi uit aan de bovenkant. Dit gaat goed, tot op de natuurlijke nagel. Ik zorg dat het product ook op de nagel blijft en dat ik hem niet te veel richting de huid duw. En daarna beweeg ik mijn wit mee naar beneden over de verlenging van de nagel. Dus ik begin hoog, dat is in principe prima. En ik breng hem daarna naar beneden. Je ziet dat ik eigenlijk al een beetje moeite heb om hem hier overheen te duwen. Dus mijn eerste reactie zou zijn, ik ga wat product bijpakken. Terwijl ik eigenlijk al genoeg had voor een mooie babyboom. Nou, ik heb het wit geplaatst natuurlijk nu op de verlenging. Ik heb een klein beetje wit bijgezet, want het, ja, je wil natuurlijk wel, iedereen kon net zien dat hij aan de onderkant nog een beetje transparant was. Dus kijk maar mee, hij ziet er in principe wel keurig uit nu. Nou, hier heb je de blend inderdaad en die is prima. Dat werkt in het echt gewone, of als op een goede manier werkt het ook zo. En ik heb een mooie witte punt. Hier zie je hem al wel een klein beetje doorschijnen. Maar goed, als ik deze lijn een klein stukje strakker vel, dan zou ik daar vanaf kunnen zijn. Maar dit is de eerste stap. Hier gaat vaak heel veel fout. Nou, het volgende bolletje is natuurlijk minstens zo moeilijk als bolletje nummer 1. Dus de camouflerende kleur, wit en nude, zijn allebei camouflerend. Dus moeilijkheidsgraad is hetzelfde. Ik heb het wit neergelegd en nu ga ik het nude neerleggen. En dan ga ik mooi blenden over het wit. Pak een kleiner penseel. Aangezien de smalle, smalle nageltjes van mijn model. Dus dan kom je er net iets beter bij. Ik gebruik die eigenlijk alleen maar voor de aansluiting van het product. En ik blend dit bolletje over het wit naar beneden. Dus ik laat hem lopen. Precies zoals ik dat zou doen in de salon. Ik laat hem lopen, lopen, lopen. En ik zorg dat ik een mooie rechte lijn behoud waarin het product eigenlijk heel regelmatig ligt. Dus je zou denken, succes gegarandeerd. Op het moment dat ik bijna beneden ben en ik ben ongeveer tevreden met mijn babyboom, ga ik plat met mijn penseel op de bovenkant staan. En ik blend daar de kleur weg.
Nou, ik ben heel erg benieuwd naar het eindresultaat. Heel spannend. Mag eruit. Laten we gaan kijken. Ja, wat moet ik hiervan zeggen? Je ziet heel duidelijk dat hier Claire te dik heeft gelegen. Die komt uiteindelijk door het wit heen. Ja, je zou denken, het is ook wel een leuk kunstwerk om te zien, als het de bedoeling is. Maar de onderkant heeft zo dik gelegen dat ik eigenlijk de hele blend, ook aan de bovenkant, volledig verpest heb. Ik ben eigenlijk overal dwars doorheen gegaan. Nou ja, je ziet dus hoe belangrijk het is dat de ondergrond van een babyboom echt super, super glad is. Ja, het begint allemaal bij de basis. Ja, het begint bij de basis. Inderdaad, die moet goed zijn, die moet strak zijn. Hoe je het doet, doe je het als die maar helemaal perfect is. Maar dat ga ik aan het einde nog laten zien. Ja, natuurlijk. Ja, och, aan het eind komt natuurlijk wel die perfecte babyboom. Ja, dan wordt het leuk. Hè? Dat is natuurlijk dan wel even genieten. Want het is best lastig om zo de mist in te gaan. Ja, dat was veel moeilijker dan die goede vorm maken, inderdaad. Dat was echt dat mensen zeiden ook om me heen, hè, in de studio op dat moment van stop maar, het is fout nu. Dus laat het ook fout. Ja. Ja. Nou, binnenkort, oftewel nog maar anderhalve week te gaan, is het Neeltop Live Event natuurlijk op 19 en 20 november. Leuk. Heb jij je al geregistreerd? Want het is natuurlijk wel handig dat je even registreert op de site www.neeltoplive.nl, zodat wij weten dat je komt en jouw badge klaar ligt. Maar wat kun je dan allemaal verwachten, Cerise? Oh, zoveel, zoveel. Kijk er maar eens hier. Maak maar een screenshot, als je toevallig al volgende week niet gaat kijken, want dan gaan we er uitgebreid op in. Maar dit is alvast een screenshot van zaal 1 op de zaterdag en de zondag. Ik zeg een screenshot, maar een afbeelding natuurlijk, dus maak een screenshot. Er is heel veel te zien. Louboutin-nagels van Linda, ballerina-nagels met Natalia en José. Nou, eerlijk gezegd weet ik niet zo goed waar ik moet aansluiten. Nou, ik zou in ieder geval Verkoop is Fun even bekijken. We hadden afgesproken dat jij daarbij ging zitten, toch? Want die wil ik heel graag. De eerste keer mee. Ja, ik ga gewoon. Niemand kan me roepen, ik ga niemand helpen. Ik ga daar kijken hoe leuk die workshop wel niet is, want het schijnt geweldig te zijn. De jury is er nu al mee bezig. Ja, en zaal 1, dat is de stijlzaal. Dat is die hele mooie zaal boven die kapel. Dat is echt prachtig, echt genieten. Ja. Maar we hebben natuurlijk meer, want we hebben 3 zalen ditmaal. Zo hebben we hier zaal 2, dat is de zaal beneden. De glazen zaal noemen we, die is eigenlijk de Connect Lounge. Ja. Nog meer gratis workshops waar je kunt deelnemen. Heel en leuk. Je hoeft alleen maar je penselen mee te nemen, want de rest van de producten zetten wij allemaal voor je klaar. Ja, superleuk en geweldig. We hebben natuurlijk ook weer een internationale trainer, Henriette uit Denemarken, die daar weer 2 hele leuke workshops doet, ook gelijk in de ochtend. Dus ik zou zeggen, ga vooraan die deur staan en zorg dat je een plekje hebt. Maar er is plek zat, hè? Ja, er is plek zat, tenminste. Over het al. We gaan ervan uit dat er genoeg plek is, want we hebben echt wel ruime zalen, grote zalen, waar we van tevoren al helemaal hebben bedacht waar we alles gaan neerzetten, zodat jij ook makkelijk weer kunt werken. Ja. Trouwens, over Henriette gesproken, die gaat de perfecte ombre doen. Ja. Nou kan ik dus nog steeds geen perfecte om. Dan ga jij daar zitten. Ik wil wel even mijn hoofd om het hoekje duwen. Nou ja, dan neem gewoon een stoel. Ik zou zeggen, neem gewoon deel. Leuk toch? Ja, maar best spannend hoor, zo'n perfecte ompe. Ik zei al 3 zalen. In de derde zaal, dat is de Congo-zaal, hebben we natuurlijk ook nog. Dit is wat meer look and learn, dus dat is wat meer presentatiegewijs op de zaterdag. Ja. Want het begint met de modern stiletto door Natalia. Leuk, leuk, leuk. Ja, ik zou echt aanschuiven hoor. Ik zou het echt wel weten. Nee, ik zou het niet weten, moet ik eerlijk zeggen. Want Wendy Vink met Dermatalk, echt gewoon live Dermatalk, is ook superleuk natuurlijk. Ja, dan kun je ook al je vragen stellen natuurlijk. Zeker. En stel je nou voor dat je iets hebt meegemaakt. Of je hebt foto's van dingen waarvan je denkt, meenemen. Wat is dat dan? Ja, meenemen. Ja. De dag daarop in de Congo ga jij ook de... TTT. Ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Ik struikel er altijd over. Tips, tricks en toetsing. Heel erg leuk, want dan ga je dus een nagel maken. Zoals je dat thuis doet in de salon. En als je nou slim bent, maak nagels van tevoren. Want dan kan ik gaan kijken, nou oké, wat kan jij nou al? En wat is misschien leuk voor jou om te verbeteren? Mm-hmm. Wat extra aandacht aan te besteden? En hoe ga je zo'n plan maken voor jezelf? Dus een hele interessante training die eigenlijk te maken heeft met je eigen onderneming. En daaraan vast natuurlijk gekoppeld de nagel die jij nu maakt. Dus wordt heel leuk. Ga ook nog een demonstratie doen. Ja, dus, ons motto is ook tegenwoordig, wat voor nagelstylist wil je worden? Ja, want alles is goed. Alles is goed. En je bent misschien daar en dan wil je daarheen, maar misschien ben je allemaal daar en wil je nog een stapje hoger. Het kan allemaal. Het is niet één soort nagelstylist. En wij bieden natuurlijk ook opleidingen op ieder niveau aan. En dat is dit eigenlijk maatwerk. Zeker, maatwerk. Wil jij van Cerise horen welke paden je kunt bewandelen?
dan is dat het moment om aan te schuiven. Ja. Je kunt natuurlijk blijven zitten voor die hele leuke Black French. Blush Black Demi. French. Is ook zo'n tongenbreker. Blush Black ja, French. Ja, ik ga hem niet zeggen. Van Demi, inderdaad. Je verzint het allemaal zelf, hè? Ja, maar ik zag die na. Ik vond dat zo mooi. Ja, een heel stoere cool. versie. Van Blush. Ja, nou, leuk. Kortom, heel veel leuke workshops, maar liefst 18 in ja, twee dagen. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog allerlei demonstraties te zien van onze trainers in de winkel. Dus in de winkel staan de demotafels waar onze docenten ja, van alles laten zien. Van nieuwe producten tot Easy Nail Art en Blush. Van Sylvane Huibers is daar samen met Luelle Buizen natuurlijk. Dat is echt een team tijdens het event. Ja, die kunnen je alles laten zien. Je kunt ook al je vragen stellen. En misschien ook eventjes aan de flesjes voelen. Hè, ja, even kijken. Voelt. Wat is het nou? Nou, dan hebben we natuurlijk ook nog een nail art demo van Henriette. Techniek door Demi. Demi geeft natuurlijk de PSN Next Level. Echt een technische trainer. En extreme techniek. Dus als jij nou een echt zo'n huge, extreme nail wil zien of wil sparren over hoe je dat maakt, dan kun je natuurlijk even naar Michelle toe lopen. En zij gaat je daar meer over vertellen. Ja, leuk. De oplettende kijker ziet dat er een aantal van onze vaste Nail Talk Live trainers niet een demotafel hebben. Denk bijvoorbeeld aan Milène of Suzy of bijvoorbeeld José. Ja, inderdaad. Maar die staan wel lekker in de winkel om jou te helpen en je te adviseren bij het doen van jouw aankopen. Ja. Want we lanceren natuurlijk nieuwe producten, maar we hebben ook 20% korting op het hele assortiment. Ja. Dus is het wel handig om gericht in te slaan. Zeker. En er zijn ook veel trainers die helpen, die je meehelpen tijdens de workshops natuurlijk. Want het is niet een workshopzaal waarin jullie allemaal gepropt en op en in elkaar zitten. Maar er loopt ook echt een trainer ja. rond die jullie ook extra nog gaat helpen. Dus we hebben echt goed geluisterd naar jullie tips en tricks die jullie ons gegeven hebben. En daar zijn we mee aan de slag gegaan. Dus ja. We zijn er echt met z'n allen voor jullie. Ja, en dat geldt ook als je 's avonds blijft slapen. Want als je blijft slapen, dan maken we er gewoon een heel avondfeest van. Ja. Natuurlijk ga je dan lekker genieten van het buffet, een beetje Amerikaanse stijl buffet. Ja, dus dat leuk. Je kunt zelf kiezen wat je pakt, je kunt nemen hoeveel je wil en wanneer je wil. Maar dat doen we tussen 6 en 8 ongeveer. Ja. Inderdaad. Want we hebben nog een avondprogramma. We hebben nog een avondprogramma, dus het is snel eten. Nee hoor, je kunt gewoon lekker pakken. Maar daarna gaan we met z'n allen, en dat wordt heel leuk geregeld, lopen we naar het naastgelegen Cenacle. Nou, dat is een klooster en er is een prachtig mooie zaal. Hoe heet de zaal ook alweer? De Cecilia-kapel. Oh, de Cecilia-kapel, ja, kun je nagaan. Prachtige ruimte waar we een lekker welkomstdrankje met z'n allen drinken natuurlijk. En daarna gaan we aan de slag met een Nail Talk Live Pub Quiz. Ja, er wordt een avondvullend programma waarin we jouw kennis gaan testen betreffende Nail Talk Live, Magnetic Nail Design, Dermatalk. Alles. Er zitten verschillende onderdelen in, verschillende rondes en wij strijden tegen elkaar onder leiding van de Nail Talk Live trainer. Ja. Iedereen wordt verdeeld in groepen. En daar gaan we gewoon een hele leuke avond van maken. Ja. Met als apotheose de strijd der titanen. En dan hele mooie prijzen. Ja, mooie prijzen. Ik ben echt benieuwd. Ik ben benieuwd wie ze gaat winnen. Ik ga mijn best doen. Ik denk dat de prijs heel leuk is, maar ik denk dat de avond zelf zeker. Ook ontzettend leuk zeker, is. Zeker, want er kan nog wel eens een latertje ja. worden, hè? Denk je niet? Ja, ik doe mijn best het niet te laten maken. Nee, dat is want het. Want we moeten de volgende dag natuurlijk wel weer fris en fruitig aanwezig zijn voor het ontbijt. Ja. Want als jij het arrangement boekt, zit daar natuurlijk ook het ontbijt bij in. Lekker. En de lunches. Ja, hartstikke leuk. 2 keer lunch inderdaad, diner, ontbijt, hartstikke gezellig. Ja, dus ik heb echt er echt zin in. Het najaars-event van 2022, het Nail Talk Live-event. Wij hebben er heel veel zin in. Ik weet dat heel veel van jullie thuis er veel zin in hebben. Maar onze trainers hebben er ook heel veel zin in. Hallo allemaal. 19 en 20 november is het weer zover. Het Nail Talk Live-event. Het leukste weekend van het jaar. Met allerlei gratis workshops. En we zijn met z'n allen druk bezig met voorbereidingen. En ben jij daar ook bij? Wij kunnen niet wachten. Zorg dat je je glitterschoenen aan hebt. En geweldige workshops van mijn collega's. Vergeet vooral niet je penselen mee te nemen. Ik geef de workshop Loubertuin 2.0. Samen met Luelle geef ik demonstraties met de blusjes. En Nail Talk Live will launch the very first Nail Talk Quiz. Wij lopen daar rond om al jullie vragen te beantwoorden. Mocht je me tegenkomen op de gangen of in een van de lokalen, kom gezellig een praatje maken. Zie ik jou daar? Jij komt toch ook? Wij gaan schitteren! Wij gaan ook schitteren, hè? Ja, zeker. Ja, zeker op die avond, hè? Ja, we gaan echt even. We maken er echt even leuk. Iets leuks van. Ja, ja, ja. We gaan het echt gewoon nog beter doen als de keer hiervoor. En dat is echt magnetic, hè? Het kan altijd nog beter. Dat gaan we zeker laten zien. Ja, en speciaal voor jou natuurlijk. Ja, speciaal voor jullie. Na dit alles heb ik ook wel zin om eventjes een beetje te ontspannen. Ja. Met een leuke nail art, want daar word ik altijd heel ontspannen even lekker van. Kijken. Zullen we dat ja. doen? Ja, wat hebben we? We hebben Anja. Oh nee, we hebben eerst natuurlijk Michelle met de funny faces. Dus laten we het eerst even een beetje grappig houden. Laten we kijken.
Goedenavond allemaal. Nou, we mogen weer. En wat gaan we vandaag maken? Vandaag mag ik funny faces voor jullie maken. Het zijn een beetje cartoonachtige gezichtjes. Ik laat ze jullie even zien op beeld. Nou, hier heb ik hem voor jullie dus op beeld. Dit zijn de funny faces in verschillende variaties. Dit is met een fleekje met een matte topcoat eronder. Dit zijn de clear inlays met een glanzende topcoat. En dit is een pigmentpoeder en gold. Ja, dit is het design wat ik voor jullie ga maken. Dus wil je ook weten hoe je dit design maakt? Kijk dan even mee. Nou, we gaan dus een funny face maken, maar hoe bedenk je nou een funny face? Want het is soms best wel moeilijk, hè, om dingen te bedenken. Daar heb ik een kleine tip voor. Als je nou gewoon Google erbij pakt en je zoekt op funny face of cartoon face en dan vector erachter, dan krijg je dit soort afbeeldingjes. Kijk, hier staat ook echt cartoon face vector art. En dan kun je dus hele leuke verschillende soorten gezichtjes, voorbeeldjes vinden. Of deze. Nou, genoeg inspiratie, dacht ik zo. Dus leef je lekker uit, zou ik zeggen. We gaan beginnen. Voor jullie heb ik alvast een tip gelakt in de Blackberry. Ik dacht, doe een lekker vrolijk fris kleurtje. En daar heb ik de clear inlays in gelegd. En de clear inlays, die beetje blauwige, dat zijn deze. Die heb ik eerst even afgelakt met een base en top. En omdat ik al een glanzende versie heb met de clear inlay, wil ik hem nu mat maken. Dus ik doe even een laagje extreem mat topcoat. We gaan beginnen met een detailer nummer 3 en liner gel white. En daarmee gaan we eerst de plek van de oogjes bepalen. Dus ik wil graag één wat groter oogje hier. En ze mogen echt wel, het is een behoorlijke tip, hè, dus ze mogen echt wel wat groter zijn. Nou, hij is nu uit de lamp gekomen en we gaan beginnen met de outlines. Dus hiervoor gebruik ik een Pepijn's Choice en de Liner Gel Black. En je kunt hem, als je het fijn vindt, ook nog even iets aanlengen met een klein beetje Cerisa Sweeties Black. Dan is die iets romiger van structuur en dat schildert net even wat lekkerder. Maar in dit geval heb ik gewoon gekozen voor pure Liner Gel Black. En nu gaan we eerst even de outlines van mijn oogje trekken. Dus ik begin bovenaan. Dat is één. Ik draai mijn tipje heel ietsje bij, dat ik er net even iets lekkerder bij kan. Sluit hem aan. En met Pepijn's Choice gaat dit heel erg lekker en makkelijk. Omdat het een lange lijn is en een lang penseel. Nou, en dan gaan we een mondje tekenen en een paar leuke wenkbrauwen. Ik pak nu iets meer liner gel op. En die is als het ware aan het fluiten. Dus ik zet hier een rondje neer. En vervolgens trekken we een streepje om het rondje heen, alsof die echt aan het fluiten is. We beginnen hier en omhoog. En dan willen we een paar muzieknoten maken en een paar wenkbrauwen. We beginnen eerst even met de wenkbrauwen. Op het plaatje heeft hij wat kleinere wenkbrauwen, maar ik vind een iets prominentere wenkbrauw met een swirl eraan, vind ik wel leuk. Dus ik maak ze zo in. Nou, we hebben nu alle outlines gezet en nu gaan we de oogjes voorzien van kleur. En in plaats van een hele zwarte pupil te maken, dacht ik, laten we lekker een beetje een kleur gebruiken, in dit geval blauw. Daarvoor gebruik ik de Liner Gel White met de Cyan Glass van de Glass Gel Polish. Die heb ik een klein beetje gemengd, daarmee maak ik de grote outline, die laat ik jullie nu even zien. En vervolgens ga ik hem nog inkleuren om een klein beetje extra schaduw, diepte aan te brengen met alleen de Glass Gel Polish. Dus kijk maar even mee. Dit doe ik met mijn Detailer 3. En dan ga ik een klein beetje een accent aanbrengen. In mijn pupil. En dan doe ik aan de andere kant hetzelfde. We gaan een klein beetje schaduw nog aanbrengen in het oog. En daarvoor gebruiken we ook weer de Glass Gel Polish, de cyan kleur. Dus ik pak mijn detailer, een klein beetje van de Glass Gel Polish. En dan ga ik een klein beetje uitveden aan de binnenkant van het oogje. Kijk maar even mee. Wat we gaan doen is, we gaan hier aan de rand van het oog een klein beetje Glass Gel Polish aanbrengen. Dat schilder ik eerst even zo. En dat doe ik aan de andere kant ook. Dan rol ik mijn
penseel droog op een droge nailwipe en vervolgens ga ik hem blenden. En daarvoor zet ik mijn penseel neer en dep ik heel langzaam in de gel polish. Nou, ik ben weer overgestapt op mijn liner gel white. Ik gebruik nog steeds mijn detailer nummer 3. Vind ik gewoon fijn werken. En we gaan nu de details erin zetten in het oogje. Dus het highlightje in het oogje. En daarna ga ik de oogjes nog even mooi cappen in gewoon een mooie glanzende topcoat. Dan heb je die matte ondergrond en die mooie glanzende oogjes. En dan springt je design er helemaal uit. Eén dotje aan die kant. En een dotje aan die kant. Nou, ik heb de oogjes nog even met de Supreme Finish ingelakt, zodat ze mooi glanzend zijn. Dan zijn ze ook iets boller. En dan is dit het eindresultaat. En dit zijn ze allemaal. En zo kun je een heel leuk setje maken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en dat je het gaat proberen. En laat het ons even zien in de groep. Doei! Ja, goede tip hè, om die gezichtjes te zoeken zo op Pinterest en op ja. Google en zo. Ja, leuk. En je kunt ook met kleuren spelen als je niet van felle kleuren houdt. Of je denkt, nou het is winter, ik heb er geen zin in. Mm. Dan kun je hele andere kleuren gebruiken. En inderdaad, je kunt zoveel vinden op Pinterest. Ja, het is niet een normaal. Soort verslaving. Als je dan eenmaal met Pinterest bent begonnen, ik weet niet of je al Pinterest gebruikt. Echt leuk. Maar je kunt alles vinden wat je kunt bedenken. Ja, ja zeker. En zeker die gezichtjes. Oh, daar heb ik er zoveel van gezien. Het enige wat ik wel eens een beetje teleurstellend vind aan Pinterest, is soms ontdek je bijvoorbeeld een hele mooie blauwe blouse. En dan open je dat plaatje en denk je, wow, die is mooi. Maar er zit er geen link bij waar je het kunt kopen. Dat is wel enigszins frustrerend soms, maar voor inspiratie maakt dat natuurlijk niet uit. Ja, je moet er echt niet naartoe gaan als je iets wil kopen. Ik doe dat expres niet, want ik maak mezelf alleen maar helemaal gek. Dus inspiratie, super tof. En ook als je van nail art houdt, je kunt van alles vinden aan neusjes en dingetjes. Echt leuk. Ja. Nou, we hebben nu een wat iets minder leuk onderwerp. Want in Dermatalk gaat Wendy Fink ons vertellen nogmaals over die pigmentbanden. Ja. Maar nu was er een zeer oplettende nagelstylist en die heeft wat ontdekt. Wat misschien niet zo onschuldig is. Ja, echt mooi als je dat als nagelstyliste kunt ontdekken. Ja, dus goed opletten. Ja. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Dermatalk. Vorige keer hebben we het met je gehad over pigmentbanden in die nagel. En over het algemeen zijn die dus hartstikke onschuldig en ga je die ook best wel vaak zien in de nagels van klanten. Maar soms kan het ook zijn dat het niet zo heel erg onschuldig is. Ik heb bijvoorbeeld hier een foto bij van een pigmentband die niet zo onschuldig bleek te zijn. Gelukkig was de stylist hier goed wakker. Dit is bij een jongetje van slechts 8 jaar oud. En die kwam spelen bij haar zoontje en zij zag deze streep op de nagel. En bij haar gingen meteen alle alarmbellen af. Waar kijk je bijvoorbeeld naar? Het is een hele strakke streep. Het is maar één streep. En het is iemand met een blanke huidskleur. Op het moment dat die zo'n pigmentband hebben, dan moet je daar al eens even iets sneller naar laten kijken door een huisarts. Dus de stylist heeft dit jongetje ook doorgestuurd naar die huisarts. En de moeder heeft daar gelukkig naar geluisterd. Ze zijn dat verder gaan onderzoeken en dit bleek nagelkanker te zijn. Dus in de matrix zat een cel die gek aan het doen was. En die ervoor zorgde dat er zo'n bruine verkleuring in de nagelplaat terecht kwam. Ze hebben dat er dus uitgehaald. En inmiddels is gelukkig alles weer helemaal op een top. Zowel met het jongetje als met de nagel. Als je daar nou te lang mee wacht en je denkt bij jezelf, oh ja, ik wil dat niet laten onderzoeken of ik durf dat niet. Dan kan het ook zijn dat zo'n nagelkanker zich gaat uitzaaien. En dan kun je dus ook van die zwarte puntjes ook naar je vingertop krijgen. En hier zie je er dus heel veel. Dit zijn allemaal uitzaaiingen die in zo'n vingertoppen terecht zijn gekomen. Ja, dit is voor een dermatoloog ook onbegonnen werk om al die celletjes eruit te halen. Dus in dit geval zal een chirurg dan voor kiezen om zeer waarschijnlijk de vinger ervan af te halen om ervoor te zorgen dat het dus niet verder gaat uitzaaien. Gelukkig komt het maar heel weinig voor. Maar mocht je nou een pigmentband hebben of een band waarvan je denkt, hey, ik zie er maar één. Hij is vrij scherp. De mensen met een blanke huidskleur hebben daar gewoon eenmaal meer kans op. Het
kan nooit kwaad om het even een keer te laten checken door een huisarts. En die weet ook precies waar ze naar moeten kijken. En dan ben je in ieder geval ook maar zelf gerustgesteld als het maar gewoon een pigmentpandje blijkt te zijn. Nou, super interessant. Ja, zeker. En je zal het maar tegenkomen en zo het verschil kunnen maken. Dus altijd goed opletten. Maar als je de vorige uitzending hebt gekeken, dan weet je ook dat het soms ook helemaal niks aan de hand is. Dus ja, gewoon let goed op. Hou je kopje erbij. Niet in paniek raken. Nee. Nieuwe producten. Volgende week tijdens het event gaan we natuurlijk de nieuwe producten lanceren. En volgende week in Nail Talk Live gaat het ook de hele avond over de nieuwe producten. Ja, ik vind het zo leuk. Ik vind het zo leuk ook hoe iedereen reageert. En dat je eindelijk de spulletjes die je bij elkaar hebt gezocht, dat je eindelijk mag vertellen wat dat is. Heerlijk moment. Ja, naarmate je langer bij Magnetic bent, ga je meer begrijpen hoe dat proces in elkaar zit. Ja, zeker. Want hier waren we al maanden geleden al mee bezig eigenlijk. En dan mogen we dat eindelijk vertellen. Wel een beetje vervelend af en toe. Je moet wel goed je mond op slot kunnen houden. Maar het is een heel leuk, mooi proces. Ja. Ja. Laten we kijken naar de nieuwe glitter gel polishes. Yes. Vind je hem niet geweldig? Ja, ik zie hem voor het eerst nu eventjes helemaal goed in elkaar. Ja. En super. Maar ook leuk, die 80s vibe. Ja, hè? Het is helemaal leuk. Ik ben een kind van de jaren 80, dus ik denk meteen aan He-Man She-Ra. Ja, dit is echt heel leuk. En ik dacht in het begin zo met een muziekje, ik denk, oh, dat gaat niet goed. Maar dat klopt natuurlijk helemaal. Hè, en je kapsel sluit helemaal aan. Ja, daar heb ik het ook speciaal voor gedaan. Ik denk, ik pas me even aan op het seizoen. Oh, dus jij tijdens het event kom je rollerskatend binnen? Ja, laat maar. Als er EHBO in de buurt is, wil ik het best proberen. Nou, alle gekheid op een stokje. Dit zijn dus de nieuwe glitter gel polishes. Ja, mooi. Prachtig. Die ook perfect matchen bij de kerstdagen. Dus ook perfect zijn om je klanten een glittering op hun nagels te geven. Ja. Maar wel in een fris, jong jasje. Ja, het is echt hartstikke leuk. Het is ook weer niet zo dat Christmas all the way, om maar even te zeggen, glitter. Dit kun je gewoon het hele jaar door gebruiken. En ga even op zoek naar matchende gel polish kleuren, hè. Want ik weet zeker dat die er wel zijn. Dus dan kun je leuke sets maken. Maar er komt nog veel meer uit. Dat gaan we volgende week allemaal vertellen. Maar vergeet ook die 20% korting op het hele oude assortiment niet, hè. Dus je gebruikelijke producten, je blushes, je gel polish kleuren die super populair zijn in je salon. Je topgels. Je topgels, ja, je bouwproducten, je power gel, je penselen. Lekker elektrische instaan. Apparatuur is elektrische ook natuurlijk. Apparatuur, dus als je nu de grote dingen wil aanschaffen, omdat je daarvoor gespaard hebt, heerlijk nog eventjes met 10% korting. Ja. Jij gaat weer verder met de babyboom. Ja, laten we gewoon even nog meer dingen fout doen. En dat is het werken met het wit en het roze op de nagel. Dat kan op zoveel verschillende manieren fout gaan. Maar ik heb de mooiste voor je geselecteerd. Dus laten we snel kijken. Het allerbelangrijkste als je een babyboom nagel gaat maken, is dat je punt 1 heel veel geduld hebt. En dat je weet hoeveel product je gebruikt. Want normaal gesproken wordt er een beetje te veel neergelegd van je transparante verlenging, van het wit of juist van het nude. Het maakt niet uit. Maar laat ik jullie eens eventjes laten zien hoe dat gaat als je te veel wit gebruikt. En je gebruikt al snel te veel wit. Laten we kijken. Als ik het wit neerleg voor de babyboom, dan houd ik eigenlijk altijd een bolletje wat ik heb gepakt met de spatel bij de nagel om te zien of ik wel of niet genoeg product heb. En zelfs dat is nog een beetje oefenen. Maar zoals jullie nu zien, heb ik wel echt te veel gepakt. Ik ga hem weer een beetje hoog neerleggen. Ik spatel het wit op de nagel. En vanaf hier ga ik hem blenden. Ik balanceer het bolletje op de bovenkant van de nagel, zodat ik hem niet te ver naar de zijkanten duw.
En het is een behoorlijke bol, dat kun je goed zien vanaf de zijkant. Zie je dat ik echt nu aan het bouwen ben. Een veelgemaakte fout. En ik duw hem naar beneden. Over de verlenging. Als het ook al te veel moeite kost om het wit neer te leggen, dan weet je al eigenlijk dat het te veel is. Stel je voor dat je wat moeite hebt met het blenden van het product op de natuurlijke nagel, kun je overstappen op een gelpenseel waarmee je iets meer druk kan geven. Zet de haartjes achter het product en duw hem plat. Voor het blenden verder gebruik ik een acrylpenseel, omdat dat het makkelijkst werkt. En ik trek hem naar beneden. Nou, jullie hebben net al kunnen zien dat ik heel snel klaar was met blenden, dus ik heb hem neergelegd en naar beneden gehaald. En hij ligt niet zo mooi en regelmatig. Kijk maar eens eventjes naar het resultaat tot nu. Nou, dit is hem geworden. Je ziet dat hij hier niet regelmatig ligt. Ik heb geen tijd genomen om hem aan te duwen aan de zijkanten. Ik heb hier nog een behoorlijke richel, dus eigenlijk lijn van wit naar roze. Je ziet dat hij ook wat dikker is aan de zijkanten. Wat dunner is hier onderaan de zijkanten en vanaf de bovenkant is die net iets te dik. Je ziet dat ik een goede hobbel heb hier vooraan. Dus er is niks glads aan. Ik was snel klaar, maar laten we doorgaan naar de volgende stap. Ik heb het product alvast neergelegd en ik ga hem nu blenden over het wit. Je ziet dat hier al een klein beetje misgaat aan de zijkant. En aan deze zijkant zie je ook dat hij al een beetje gaat doorschijnen. En ik blend het product naar beneden. Ik merk ook dat ik met het blenden al een beetje moeite heb, omdat het wit eigenlijk, mijn ondergrond, ligt ook niet zo mooi. Dus ik heb al wat meer moeite om hem gelijkmatig te kunnen blenden. Maar we krijgen het voor elkaar. Nou, ook al heb ik mijn blend niet helemaal perfect gemaakt, ik wil hem wel cappen. Dat heb ik bij de vorige nagel ook gedaan. Dat hebben jullie niet gezien. Ik ga het jullie nu wel laten zien. Wat wel belangrijk is, dat als je een blend hebt, dat je die wel eventjes inpakt. Dus dat ga ik doen met clear. Je ziet dat ik het bovenste stukje al neer heb gelegd. Ik vul eigenlijk het kuiltje wat ik had, vul ik op tot helemaal naar beneden. En op die manier maak ik ook de vorm van de nagel helemaal in orde. Dus de bolling, de hele nagel, de stevigheid. En straks gaan we veilen. Ja, ik heb hem al gezien hoor. En het blijkt mij weer hoe belangrijk is dat je echt in dunne lagen werkt. Dus dat je wit ook echt super strak en super strak en glad ligt, zodat je daar overheen kan werken. Dus laten we maar even kijken wat er gebeurt als je dat dus niet doet. Nou, ja, de hobbels en bobbels zijn eigenlijk nu allemaal omhoog gekomen. In die nagel die nu gewoon in een goede bolling ligt. Ja, die kon dat dus niet hebben, dat het wit daaronder zo hoog lag. Dus ja, in principe wel een grappig effect, maar is dit de bedoeling? Dat denk ik niet. Dus mislukt, maar wat mij betreft gelukt. Nou, Cerise, het zal wel lastig zijn geweest. Ja. Ik zei het net ook al, maar om dan toch niet even in de verleiding te komen om het dan eventjes te corrigeren. Ja, maar dat kwam ik wel hoor, Maar dan moet je extra hard doorveilen om het toch nog even, dat het er nog extra verkeerd uitziet. Maar wat is dat lastig zeg, hé. Maar ik weet zeker dat jullie thuis denken van, oh, maar vandaar dat ik in één keer een vlek krijg. Ga je dat begrijpen. Ja. Omdat je dit hebt gezien, denk ik, want je denkt het is goed, maar uiteindelijk dus niet. Ja. Maar goed, we gaan zo direct daar natuurlijk mee verder. Ja. We hebben nu het cursusoverzicht. Hou jij nou van het zetten van nagels? Is dat een van je hobby's? Misschien ben je wel een hobbyist. Misschien heb je het jezelf wel aangeleerd. Of ben je misschien wel gewoon ergens een dagje cursus gaan doen. Ja. Maar wil je toch net even die volgende stap zetten in jouw carrière als nagelstylist? Dan hebben we een hele leuke cursus die we onder de aandacht brengen. Ja, absoluut. Laten we gaan kijken, want in Kaatsheuvel wordt de NNB weer dat gegeven. Dat is in Soesterberg. In Soesterberg. Ja. Kan je nagaan? Ik weet dat Soesterberg natuurlijk. Daar kom ik vandaan. Hè. Zaterdag 7 januari met Jessica Pappel.
Padberg. En wat leuk hoe Jessica dit doet. Ik heb nou een paar keer in de lessen meegekeken. En het is waanzinnig. Het is één groot feest. Ja. Jessica laat een paar kleine tips en tricks zien wat betreft nail art. En ja, je hebt echt dan de basiscursus. Leert alle belangrijke dingen. Heel belangrijk om meteen wat geld te gaan verdienen. Want dit is de behandeling die je in de salon doet. Ja, dit is dus even voor de goede orde. De basisopleiding, een vijfdaagse basisopleiding. En daar hebben we echt hele enthousiaste trainers voor gevraagd. Zoals Jessica. Ja, en je leert de perfecte gelpol. Of tenminste, je leert heel mooi gelpolish aan te brengen. En hoe verkoop je dat? Hoe behandel je het na? Ja, een theorie daarover. Theorie. Wat mag je wel, wat mag je niet? Hoe verleng je de nagels een verleng beetje? Verleng je de nagels? Er zit ook een examen bij. Maar deze les wordt dus gegeven door Jessica. Ja, superleuk natuurlijk. Hartstikke leuk. Zeker als je echt al gepassioneerd bent over die nagels. En dan word je meegesleept door Jessica. Nou, ik zou het wel weten, hoor. Ja, het is echt heel leuk. En als je daarmee klaar bent, kun je natuurlijk nog veel meer dingen verder doen. We hebben niet alle opleidingen vandaag. Maar we hebben wel een mooie vervolgopleiding. Die dan wel in Kaatsheuvel wordt gegeven. Door Demi Arts. En dat is de PSN Next Level. Er zitten nog wel wat stapjes tussen. Hè, vanaf de Natural Nail Basic naar deze training. Maar ben jij nou al nagelstyliste? En wil je jezelf uitdagen? Perfectioneren? Ja. Wil je gewoon meer kennis van hoe doen wij dat nu tegenwoordig in de salon? Tips, tricks, mooie cuticles, hè? Zonder een combi-manicure toe te passen. Allemaal dat soort dingen leer je. Je wordt echt uit je schulp getrokken en daar ga je kick-ass nagels maken waar je mooie foto's van kan maken. Wat jou uiteindelijk creatieve vrijheid oplevert, waarmee jij ieder type nagel perfect kan gaan maken. Ja. En in ieder geval ook het inzicht krijgt hoe die nagel dan moet worden gemaakt. Ja. Ja. Je kunt natuurlijk ook, als je in het zuiden van Nederland zit en je houdt van technische nail art, kun je natuurlijk ook naar Weert gaan op dinsdag 6 december. Want dan geeft Katharina Konchar uit de Oekraïne deze prachtige les 3D inlay roses. Ja, hoe tof. Ja, is echt geweldig. Ja. Natuurlijk hebben jullie het al kunnen zien in de e-workshop. Maar ja, het is toch anders om het fysiek bij te wonen. En Katharina heeft natuurlijk een hele eigen vrouwelijke, zachte stijl. Ja, specifiek inderdaad. Ik denk dat ik nog een dag vrij neem om die te volgen. Ja, maar wij zitten ook dan ook al bij op zondag. Ook bij Deborah. Het zijn heel veel 3D roses in die periode. Ja, maar dit is echt zo'n techniek waarvan ik denk, nou, ik ga lekker een dagje meeknutselen. Gewoon lekker genieten van techniek en art in één. Ja, en dan is het natuurlijk heerlijk als je in het zuiden van het land woont. Dan hoef je ook niet zo ver te reizen. En kun je toch deze prachtige techniek leren van die toppen natuurlijk, hè, Katharina Konchar. Sowieso heel bijzonder dat zij weer naar Nederland Absoluut, komt. Absoluut, zeker. Het is veel te lang geleden, maar er zijn natuurlijk, zoals jullie weten, allerlei redenen voor. We hebben het al over nail art gehad. Sylvana laat de laatste tijd hele bijzondere dingen zien. Ja, en dit is ook bijzonder. Ik vind het heel leuk. We kennen de trend wel een beetje. Je kan op heel veel verschillende manieren een French maken. Mm-hmm. Zij gaat dat met cat eye doen. Ja, ik vind het echt prachtig. Het is veel, maar het is echt prachtig. Zullen we gaan kijken? Het is ook wel heel chic. Ja, het is chic, zeker. Veel plezier. Hallo allemaal, leuk dat jullie er weer zijn. Ik heb vandaag weer een leuk design met cat eye gemaakt. De cat eye ombre. Heel leuk voor het najaar. Wil je nou zien hoe ik die gemaakt heb? Blijf kijken. Ik heb de ondergrond al gelakt. Dat heb ik gedaan met Blackest Black Gel Polish. Ik ga nu de kleur Vamp gebruiken. En ik ga nu eerst een nagelbed maken. Dat doe ik eigenlijk met mijn kwastje ondersteboven. En zo ga ik ongeveer een nagelbed vormen. Lak hem ook bovenin netjes. En eventueel kan je ook met een penseeltje hem ietsje strakker tekenen. In de juiste vorm. Als je het nagelbed helemaal geperfectioneerd hebt, ga je hem niet uitharden. Nu pak je je magneet erbij. En wat ik ga doen, is ik ga hem eigenlijk vanaf de zijkant er tegenaan houden. En ik wil dat de ene kant dus met cat eye is en de andere kant dus een zwarte ondergrond heeft. En als hij dus mooi in het midden zit, dan kan je hem gaan uitharden. Oké, het nagelbed is uitgehard. Nu ga ik de French schilderen met de cat eye. Nou, je ziet heel goed waar je hem dus moet schilderen. En dat ga ik eigenlijk doen met mijn kwastje voor het grootste gedeelte. En uiteindelijk ga ik hem strak maken met een penseel.
Nou ga ik ook de French weer niet uitharden. En nu ga ik met de magneet ook weer een mooie streep maken. Nou natuurlijk aan de andere kant. Dus nou wil je dus dat de linkerhelft alleen de ketting heeft. En dan kan je hem daarna ook weer goed uitharden. Nu is hij helemaal klaar en ik ga hem afvlakken. Dat kan je doen met Extreme Matte of natuurlijk met een glanzende topgel. Ik ga het doen met blush topgel. Nou, hij is klaar. We gaan kijken hoe die is geworden. Hoe cool is dit? Nou, beseffen, als je dit op 10 nagels doet, is het natuurlijk wel een heel gaaf effect. Oké, dit was hem weer voor vandaag. Laat me weten in de comments wat je ervan vond. En ik zie jullie natuurlijk volgende week weer. Iedere keer zo leuk om naar te kijken. Ja. Ik ken Sil natuurlijk al als jouw eerste model wat jij meenam. Ja, jaren kindje. Geleden. Als een kindje. Ja. En ze heeft zich helemaal ontpopt tot een magnetic trainer. Ja. In haar eigen specialiteit en ook voor Nail Talk Live. Ja. Met de Easy Nail Art. Ja, inderdaad. Zo leuk. Ik ben altijd zo trots op ze. Want ze maakte eerst lange nagels. Ze is naar een blush nagel gegaan. Ja. En nu deze art draait ze ook haar hand niet voor om. En hoe leuk is dit om in een salon te maken. Het is haalbaar. Ja, super haalbaar. Haalbaar en echt heel erg leuk. Dus toffe demo. Heb jij al ingeschreven voor de Nail Talk Live nieuwsbrief? Want dat is natuurlijk de manier waarop wij kunnen communiceren met jou. En wij kunnen laten weten aan jou wat er deze week te verwachten is in Nail Talk Live. Ja. Heb je dat nog niet gedaan? Stuur dan even een mailtje naar info@nailtalklive.nl. En dan maakt onze collega Katrien het in orde. En krijg jij ook voortaan de Nail Talk Live nieuwsbrief. Ja, hartstikke handig. Ben gelijk up-to-date wat er komt. Vind je het interessant? Dan blijf je plakken aan de buis natuurlijk voor de woensdag. En als je denkt, nou die kijk ik nog wat terug. Dan kan dat natuurlijk ook. Bijvoorbeeld op YouTube bij Magnetic Nail Talk. Want daar kun je alle demo's terugkijken. Het is gespecificeerd ook qua techniek, qua aflevering. De e-live workshops staan er natuurlijk op per docent. Dus dan kun je dat ook leuk zoeken. Er is echt waanzinnig veel uren en uren om naar te kijken. Vergeet alleen niet te abonneren natuurlijk. Even subscribe. En vergeet ook niet je notificaties aan te zetten. Want dan krijg jij een belletje op het moment dat er weer wat nieuws geplaatst wordt. Ja, ik gebruik zelf ook Magnetic Nail Talk om allerlei dingen na te kijken en terug te zoeken. Ja. Zoals bijvoorbeeld voor de Nail Talk Live quiz volgende week. Ja. Heb ik ook een aantal dingen moeten zoeken. Wanneer was dat nou eigenlijk? Uit de oude doos, hè? Daar. Uit de oude doos. Nou ja, oude doos uit de Nail Talk Live archieven. Archieven, oké, sorry. We hebben trouwens ook de nieuwe agenda is natuurlijk aanwezig. Je kunt hem weer krijgen, de Magnetic Agenda van 2023. Ik wil 22 zeggen, maar het is natuurlijk alweer 23. Ja. En die ontvang je gratis bij een bestelling boven de €150, ex-BTW. Ja. Maar wanneer ontvang je hem nog meer? Nou, als je naar event komt natuurlijk, want iedereen die naar ons event komt, die krijgt die agenda gewoon in de goodiebag. Ja. Hartstikke leuk, dan vergeten wij hem in ieder geval niet te geven. En heb jij die mooie agenda voor een dagje langskomen alvast in de pocket. Ja, dus, want je hoort het al leuk. Goed, hè? Je krijgt dus een goodiebag. Ja, ik verraad weer te veel. Ja. Ja. Er zit in ieder geval een agenda in. Ja, die agenda kun je natuurlijk ook krijgen bij onze distributeurs in Nederland en in het buitenland. Want heel Europa heeft intussen de Magnetic Nail Agenda. Ja, is leuk. Staat er ook in het Nederlands en in het Engels in, gelijk naast elkaar. Dus kun je dat in, is dat haast internationaal te lezen. Ja. Laat ik het zo zeggen. Maar als je dus niet kunt wachten, wordt die toegevoegd bij bestellingen vanaf €150 ex-BTW. Ja. Ik moet even kijken naar mijn draaiboek, want er is nog meer leuk. Ja, wij waren natuurlijk afgelopen maandag, waren wij natuurlijk live met z'n tweeën. Over de topgels natuurlijk. Ja. Dus ja, heb je nou zoiets van, dat wil ik graag gaan proberen. Dan heb je meteen nu al in deze maand 20% korting op alle topgels die ik met jullie besproken heb. Dus dat is toch fijn, kun je die gaan shoppen. Ik denk dat ik die show nog wel een keertje moet terugkijken. Ja, want je wist zoveel te vertellen over die topgels. Ja. En ik heb ze natuurlijk mede ontwikkeld. Maar het was voor mij ook wel af en toe een eye-opener. Ik dacht van... Ja, dat snap ik wel. Maar dat heb je heel goed gedaan. Want iedere topgel heeft echt een eigen functie. Dus het is niet zo dat je een topgel hebt waar je niks anders mee kunt dan een topgel die je al hebt. Ja. Of tenminste, hoe zeg ik dat? Zeg ik dat nou goed? Het gaat een beetje te snel. Iedere topgel heeft een eigen specifieke... Unieke functie. Unieke functie, ja, inderdaad. Dat hebben jullie ook gezien. Dus ik zou zeggen, lekker shoppen met alvast 20%. Ja, en aanstaande maandag ga ik live met Demi en gaat het over Christmas trends. Die maandagavonden, iedere keer, het gaat als een vliegensvlucht voorbij. Ja, het gaat echt van... Ik had nog zoiets, ik denk, kerst. Denk ik, natuurlijk. Ja. Ik hoorde vanochtend al een kerstliedje op de radio. Echt waar? Ja.
Vast en ja, zeker Mariah bijzonder. Carey. Nee, iets anders. Ik weet het niet meer. Maar ik dacht bij mezelf, waar ben ik geweest? Bij mij begint kerst pas bij Mariah Carey. Ja, dat is waar. Ja, heerlijk, hè? Ja. Anywho, dus kijk maandag mee. Christmas trends voor bij jou in de salon. Wat wil je nog meer? Meteen toepasbaar. Ja. Zo direct hebben we nog deze hele mooie nail art van Anjo. Yes. Die white stone gold black ja, design. Ja, leuk hoor. Echt heel leuk. Chic, ook een beetje stoer. Ik vind het echt een hele leuke art. Dus blijf even hangen. En dan ga je die dadelijk zien. Maar eerst heb ik nog wat fouten voor jullie verzameld. Dus het gaat ook weer over het bouwen. Het bouwen is heel lastig. Vooral over het roze bouwen. Laten we snel gaan kijken hoe het nog veel meer verkeerd kan gaan. We hebben al een aantal fouten gezien, maar nog een veelgemaakte fout is dat de nudes helemaal wordt doorgetrokken over het wit. En daar moet je met power gel in ieder geval echt mee uitkijken. Met acryl is dat vaak geen probleem, dan blijft het wit echt nog wel wit. Maar als je nude over power gel white heen trekt, dan gaat hij er een beetje goor uitzien. Dus laten we even kijken of we dat eindresultaat voor elkaar kunnen krijgen. Een nog veelgemaakte, grootgemaakte fout is dat, dat je het eindresultaat niet capt. Dus dat je het wit neerlegt, het roze neerlegt, dan gaat veilen en dan is het klaar. Dan werkt dus ook niet. Dus ik ga beginnen met het wit. En het wit ga ik neerleggen hoe het hoort. Dus kijk maar weer mee. Nou, het bolletje is al een stuk kleiner dan dat hij zojuist was. Bij de vorige nagel. En ik ga hem blenden op de natuurlijke nagel. Ik neem de tijd om hem mooi te verstoppen eigenlijk. Ik gebruik het uiterste puntje van mijn penseel, want die is net wat steviger, om dat randje plat te duwen. Dep hem er eigenlijk in. Zie dat hij al is gaan blenden. Met de buik van het penseel trek ik de rest van het product verder. In een dunne laag. Een dunne laagje loop ik helemaal naar beneden en ik ga wat meer kracht geven naarmate ik aan het einde kom. Met de schacht van het penseel, want daar kan ik mijn product goed mee persen, naar beneden. En als je een klein beetje te weinig over hebt aan het einde, is dat niet erg. Want dat kunnen we altijd een beetje bijzetten met een tweede bolletje. Ik heb dus nog een iets transparante onderkant. En daar komt straks nog een beetje wit bij. Nou, het wit ligt helemaal prima. In de lamp is helemaal uitgehard. En nu ga ik met nude eroverheen. En wat dan een beetje verkeerd gaat bij sommige mensen, is denken, nou, dan gaan we die nagel even lekker helemaal doorbouwen. Met dat nude over het wit heen en dan wordt dat wel een beetje een babyboom. Maar met power gel gaat dat dus fout. En dat ga ik je straks in het eindresultaat laten zien. Maar wat is nou te veel naar beneden blenden? Dat ga ik jullie vertellen. Nou, ik neem de nude mee naar beneden. En ik ga zorgen voor een mooie nagel, dus voor de bolling. En je ziet nu dat hij eigenlijk al net iets te ver mee naar beneden komt. Wat mensen vergeten is dat ze op dit moment moeten deppen naar beneden. En die blijven dat mee naar beneden slepen totdat het nude helemaal weg is. Dat je denkt, nou, ik heb een beetje te veel gepakt. Maar hij lijkt nog steeds wel op een mooie babyboom. Nou ja, uit de lamp. In de eerste instantie denk ik, ja, zo ziet een babyboom de 9 van de 10 keer ook uit. Bij sommige mensen die totaal niet alle trucjes weten en beheersen voor het maken van een correcte babyboom. Dat roze helemaal doortrekken over het wit is denk ik wel een van de veelgemaakte fouten. Best wel zonde, want laten we maar kijken hoe dat eruit gaat zien. Nou, wat we vaak zien is dat mensen genoegen nemen met het roze wat er dan overheen ligt. Je ziet dat er een strakke lijn is ontstaan en dat de blend eigenlijk verdwenen is. Daar heb ik doorheen geveld. Ja, dat is natuurlijk niet helemaal gelukt, hè, deze nagel. Maar het leuke aan deze nagel is dus wel, stel je voor dat het niet in één keer lukt. Want het maken van een babyboom, dat vereist eigenlijk heel veel geduld en uitproberen en opnieuw en opnieuw en opnieuw. En in de tussentijd, als het niet helemaal lukt, dan hebben we daar natuurlijk ook leuke trucjes voor. Zoals natuurlijk de Diamond Dust Top Gel gebruiken. Dat gaat echt een wereld van verschil opleveren. Wacht maar. Nou, met de Diamond Dust creëer je dus een prachtige, mooie, witte shimmer. Milky eigenlijk. Wat de harde roze bovenkant eigenlijk een beetje verzacht. Ik leg er nog een beetje bij. Wat de harde roze bovenkant verzacht. Waardoor je eigenlijk echt wel een tof eindresultaat hebt.
Nou, dit waren alle foute babybooms. Ik hoop dat jullie daarvan hebben genoten. Ik in ieder geval wel. En mijn model vond het iets minder leuk vandaag. Je ziet dat je met de Diamond Dust topgel en met alle andere effect topgels, dus eigenlijk iets wat niet helemaal gelukt is, best nog wel mooi kunt krijgen. Dat is dus als je heel hard geoefend hebt, want je moet blijven oefenen. De volgende demonstratie van mij is de manier waarop het, op de, waar, waarop het juist gedaan is. Dus ik zie jullie dadelijk weer terug. Doei doei. Nou, mijn handen jeuken. Ja, mijn handen inderdaad. Jeuken namens jou. Want we hebben nu wel heel veel fouten gezien. Ja, inderdaad. Zo direct ga je laten zien hoe het moet. Hè? Mag ik het eindelijk goed doen? Het was ook zo heerlijk op die dag dat ik denk, hè, nu is het klaar en nu doe ik hem nog even goed. Ja, inderdaad. Maar dit zijn echt de veelgemaakte fouten. En het zit in een klein hoekje. Dus hou je kopje erbij en bekijk hem dadelijk goed hoe het dan wel moet. Ja. Babyboom, het blijft natuurlijk echt het gewoon Het blijft prachtig. Wel even een dingetje, dat wel. Ik heb het al een paar keer genoemd. Je krijgt 20% korting op het hele assortiment tijdens het event. Dat is natuurlijk tijdens het event in Soesterberg. Maar dat is ook online in de webshop. En dat is ook bij onze distributeurs het geval. 20% korting. Ja. En Cheryl heeft daar een hele handige tip over. Ja, zeker. Luister maar goed, want je moet echt je kopje gebruiken. En dan heb je er in de loop van het jaar heb je wat aan die kortingen waarmee je hebt geshopt natuurlijk. Woehoe! Heb jij ook zoveel zin in het event? Nou, ik kan niet wachten om jou daar te zien. En natuurlijk om te shoppen, want dat is altijd heel erg leuk. Hey, en even collega's onder elkaar, hè. Dit is natuurlijk het moment om groot in te kopen. Want Black Friday staat voor de deur. En als je nu met korting kunt shoppen en groot inkoopt, dan verlies je ook weinig winst met jouw eigen Black Friday aanbieding naar je klanten toe. Dus dat is natuurlijk een heel mooi begin, maar ook alvast de inkopen gaan doen voor de decembermaand. De maand waarin je ook heel veel gaat verkopen naar de klant. En op dat moment ga je natuurlijk zelf geen kortingen geven, maar ja, dan verdien je er gewoon wat meer aan. Even een reminder naar een leuke decemberactie van vorig jaar. Dat is de schoenactie. Het schoencadeautje met de Sint. Die fashion stickers, dat was natuurlijk wel een heel leuk voorbeeld om te vertellen in de salon en om een cadeautje te verkopen. En daar kun je die fashion stickers ook heel leuk voor gebruiken. Nou, welke producten ga jij allemaal inkopen? Heb je er hulp bij nodig? Trek aan mijn jasje en see you there. Want wij denken en handelen natuurlijk als echte boss babes. Succes! Ja, zo heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Ja, maar zo is het dus wel. Hè. Ik ook niet hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Het is nu, ik weet dat allemaal wel, uiteraard. Maar je wordt wel even met je neus op de feiten gedrukt als je nu naar Cheryl luistert natuurlijk. Dus doe er wat mee, dan word je een betere, een gezondere salon van. Ja. Nou, zo direct dus de perfecte babyboom. En we hebben het al een paar keer gezegd, we hebben ook nog een hele leuke nail art van Anjo. Yes. Laten we kijken. Hallo allemaal, deze keer ga ik een black and white stone design maken. Ik ga dat doen met eyenails. En deze, de middelste, gaan we maken. Kijk maar mee. Voor dit design heb ik met Black is Black een zwarte ondergrond gemaakt. In twee laagjes gelakt en hem gebufft met een white blok. Ik heb van de Special 12 maskings deze gebruikt. Met een stukje kant. Wat ik een aantal keer dubbel vouw. Dus ik spray gewoon heel de tip wit. Om de wit wat sprankelender te maken, doe ik er ook nog een beetje nummer 30 overheen. Een parelmoerkleur. Zo komt er een glimmende glans over het wit. Zo wordt het wit eigenlijk een beetje zilverachtig. Het kantje kan eraf en de masking haal ik er ook af. Hier overheen ga ik een laagje base en top doen. En nu zie je mooi dat dat wit helemaal zilverachtig is geworden. In de plaklaag ga ik nu langs de rand stukjes bladgoud leggen. Hoppatee. Overal, langs heel het randje, gaan we hem met wat willekeurige stukjes
En zo gaan we heel het randje langs. Het bladgoud zit erop en nu hoeven we hem alleen nog maar af te lakken met een glanzende topcoat. En dan hebben we hier het eindresultaat. Ik heb ook nog twee andere gemaakt. Zo krijg je een hele mooie set. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En tot de volgende keer. Wat je misschien niet weet, als je wel zit te kijken, is dat mijn favoriete nagel die jij ooit hebt gemaakt, en misschien weet je het trouwens wel, dat was natuurlijk die matte babyboom. Ja, dat vond je mooi. Met die gesugarde lunula. De lunula. Oh, ik blijf dat echt een prachtige nagel vinden. Was ook in je eerste seizoen dat jij ja, meedeed? Ja, was in het eerste seizoen inderdaad. Ik denk, nou, ik zit gebakken, dus ik mocht blijven. Ja, nou, en ik had helemaal te genieten van die nagel. Ja, dat was heel leuk inderdaad. Ja. Ja, vanavond maak je hem glanzend. Ja, dus niet mat, nee. Maar wel perfect. Ja, dus ik doe mijn best. Goed opletten en veel plezier. Ja, nou en nu gaan we het wel goed doen. Dat hebben jullie waarschijnlijk al een aantal keer gezien. Maar nu zie je ook inderdaad van nou, dat gebeurt er als ik het niet goed doe. En hoe doe ik het dan ook alweer precies goed? Nou, let op. We beginnen altijd met een verlenging of een start. Een startondergrond die helemaal dun en egaal is. Stel je voor dat je een nieuwe nagel maakt en een schabloon plaatst, gaan we die dus net als nu, wat ik laat zien, heel dun maken. Maar het geldt ook als je oud product hebt weggeveld, dat je je ondergrond dus ook weer heel dun krijgt. Zo dun als dat ik eigenlijk deze nagel ga opzetten op dit moment. Dus laten we gaan kijken. Ik heb een bolletje neergelegd. Het is een behoorlijk bolletje, maar ik ga een lange nagel maken. Dus ik heb hem ook echt wel nodig. Ik duw hem plat. En eigenlijk begin ik nu op de natuurlijke nagel al met het inblenden van het product. Beweeg hem goed naar de zijkant. Ik blend hem op de natuurlijke nagel in. En ik dep hem naar de zijkant toe. En vanaf hier ga ik hem naar voren halen. Dus ik zorg dat het product ook op het schabloon blijft staan. Ik duw mijn penseel plat. Dus dat gaat het allermakkelijkst met een acrylpenseel. En ik zet mijn penseel steeds terug in een vlakke houding, een vlakke stand. Nou, we hebben net gezien hoe belangrijk het was dat je het wit ook echt dun neerlegt. Wat je in principe moet bedenken is, je moet niet bouwen met je product, maar je moet hem inschilderen. Dus je schildert de nagel in, je kept hem aan het einde en dan heb je een mooi eindresultaat. Ik ga nu ook wat meer tijd nemen om de kleur te blenden. Ik begin daarom met een klein bolletje wit, omdat ik liever heb dat je wat te weinig wit pakt, voor mezelf trouwens ook, en dat je nadat nog een beetje bijlegt dat het dan mooi is, dan dat je veel te veel wit hebt en je weet niet welke kant je ermee uit moet. Ik denk dat dat ook wel bekend voorkomt, dat je denkt, waar moet ik ermee naartoe? Ik heb een klein beetje wit aan spatel gepakt en die ga ik neerleggen op deze best wel lange nagel waar ik waarschijnlijk iets meer wit nodig heb dan nu. Ik leg het bolletje wit neer op het midden van de nagelplaat. Van de natuurlijke nagel. En vanaf daar ga ik hem bewegen. Vanaf hier ga ik het bolletje aanduwen. En wat ik doe, ik kruip eigenlijk met mijn penseel achter het bolletje. Zodat ik al begin met blenden. Dus achter mijn bolletje loop ik hem naar de zijkant. Met geduld. En zie dat ik het eerste gedeelte van mijn blend heb. Vanaf hier nemen we het product mee naar beneden. We zorgen dat er ook genoeg aan de zijkanten komt te liggen. Dus je blendt hem uit, ook van links naar rechts. Duw iets meer op het wit. Als je wat op het wit duwt, kun je hem mee naar beneden slepen. Ben je bang dat je tekort komt, zet je penseel neer. Duw op je penseel, geef een beetje meer druk. En neem het product mee naar beneden. Je mag een strijkende, duwende beweging maken, zolang je maar de buik van het penseel gebruikt. En zo heb ik een eerste dunne laag aangebracht. Dus vind je het moeilijk? Ben je nog aan het oefenen? Maak eerst een mooie, dunne laag wit. En voeg na de hand nog een klein beetje wit toe. Zorg dat het glad blijft, super glad. En dat kan alleen maar als ook de ondergrond van de nagel zo glad is. De tweede bol positioneer ik eigenlijk iets onder het punt waar ik net mijn eerste bol neer heb gelegd. Want daar heb ik mijn blend al. Dus daar loopt hij al eigenlijk weg tot niets op de nagelplaat. Dus ik positioneer deze ietsje lager. En ik zorg ervoor dat het uiteinde van de babyboom van de nagel het allermooist, het allerspierst wit is.
bolletje 2 ga ik meer wit aanbrengen. Ik blend hem op het wit, dus het wit op het wit. Als je wit op wit blendt, is dat altijd makkelijker dan dat je het wit op het nagelbed blendt. Dus deze stap is makkelijker te doen. Ik blend het wit, tweede laagje, helemaal door tot beneden. Om uiteindelijk daar het allermooiste wit te hebben. Je zult merken dat als je het veel oefent, je op een gegeven moment dit met één bol doet. Maar je moet ook zeker geen risico nemen om te veel product te pakken. Dus als je ergens een beetje bij moet leggen, is dat geen probleem. Nou, de volgende bol die ik pak is natuurlijk nude. En ik ga uitkijken dat ik die niet te ver mee naar voren trek. En ik ga ook weer de tijd nemen om te blenden. Zorg dat je bolletje ook echt goed op de nagel ligt. Vanaf hier ga ik zachtjes tappend en strijkend naar beneden. Dus ik geef hem een beetje een zetje mee naar beneden. En ik trek hem ongeveer iets over de helft van de nagel. Neem de tijd. En zodra die over de helft van de nagel is, ga ik beginnen met het laatste stukje een beetje meer druk te geven. Wat meer mee naar voren te trekken. Zodra je druk geeft op je penseel, trek je hem mee naar voren. En het laatste randje dep ik aan. En door aan te deppen, krijg ik uiteindelijk een mooie blend. Nou, de blend is in ieder geval gelukt. En nu is het tijd voor het laatste trucje, noem ik het altijd, om de kleuren nog net iets mooier naar elkaar toe te brengen. Jullie hebben natuurlijk al gezien hoe ik een bolletje clear op een blend heb gezet. En daarna geveld heb. Jullie hebben gezien wat er gebeurt als je dat niet doet. Maar ik ga de blend die ik heb gemaakt, over elkaar heen geduwd, die ga ik afmaken met een klein laagje Power Gel Pink. En die Power Gel Pink die gaat ervoor zorgen dat mijn camouflerende product en mijn witte product nog net iets mooier naar elkaar toe komen, zonder dat dat meteen roze wordt. Dus het wit blijft dan wel echt mooi wit, alleen die overgang wordt net wat mooier. Ik heb hem al neergezet op het nagelbed. Dus je ziet ook de kleur van het roze. Het is een beetje semi-transparant. Die ga ik plat duwen. Want ik heb hem hier niet nodig. Dus mijn haren kruipen achter de bol. En duw hem van links naar rechts. Nu ligt hij eigenlijk klaar voor de start. En ik trek hem over het laatste stukje heen. Gebruik de buik van je penseel. Sowieso is dat prettig om te werken als je heel glad wil werken. Of wil werken zonder te veel te hoeven navijlen. En ik trek hem helemaal door naar beneden. Je zou hem op ieder plekje kunnen leggen waar je uiteindelijk nog een beetje product tekort komt. Nou, dat puntje gaan we dadelijk veilen, dus die trek ik nu niet helemaal door. Maar je ziet dat het roze en het wit nu net nog wat mooier naar elkaar toe komen. Nou, ik heb hem af. Eindelijk ben ik een beetje tevreden. Nou, ik ben wel tevreden. Dit is dus hoe een babyboom eruit hoort te zien. Nou, de blend is helemaal mooi. Je zou iets meer wit kunnen nemen. Je zou ook iets meer roze kunnen nemen. Maar dat maakt niet uit. Dat is persoonlijk. Maar dit is hoe die hoort te zijn. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie ook genoten hebben van de fouten die jullie hebben gezien. Daar hebben we het voor gedaan, hè. En ik zou je zeggen, dat was niet makkelijk. Maar bedankt voor het kijken in ieder geval. En ik zie jullie de volgende keer weer. Doei doei. The Queen of Baby Boom. Ja, eindelijk. Ik mocht dat doen. Ik vind het ook zo leuk om te doen. Ik heb het ook heel vaak gedaan. Vandaar dat ik het ook misschien makkelijk doe. Omdat ik het heel vaak gedaan heb. Mijn allereerste les was een baby boom. Echt waar? Mijn allereerste les ooit. Die je gaf? Of die ik gaf. Die ik gaf. Dus ja. Nou, dat is wel pittig dan meteen. Ja, maar dat kon ik toen. Dat was alleen wel met acryl. En toen dacht ik, nou met Power Gel moet ik het ook leren. Dus we zijn met z'n allen gaan oefenen in de salon. En zo deze babyboom. Dus ik vind het echt een leuke nagel om te maken. Ik draag hem nooit. Nooit? Nee. Oh. Nee, ik vind er niks aan. Nee, ik vind het saai, maar ik vind het heel leuk om te maken. Oké, technisch is hij heel interessant. Ja. Saai misschien om naar te kijken, maar voor de klant... Ja, klanten vinden het geweldig. Die houden er wel van. Geweldig, die vinden het geweldig. Ja. Echt. Ja. Volgende week is Nail Talk Live op de woensdag ook weer eens echt live. Yay. En zijn we met z'n vieren. Ja. Hier staat het hele team. Ja, veel te lang geleden, vind je niet? Veel te lang geleden. Ja. En het gaat dan natuurlijk de hele avond over het Nail Talk Live event.
over de nieuwe producten en wat je met al die nieuwe producten kunt doen. Ja, we zijn er met z'n allen en we gaan ons allemaal voorbereiden daarop. Dus Jessica en Deborah, die hebben natuurlijk ook wel weer wat te vertellen deze keer. Dus leuk. Ja, het wordt echt weer gewoon gezellig met z'n allen. Ja. Dus je kunt dan ook live je vragen stellen, hè? Net als op de maandagavond. Ja. Nou, dan hebben we ook nog aanstaande vrijdag Nail Talk Live International. Ja, minimalistic nail art. Ja, minimalistic, het lijkt heel makkelijk, maar hoe moeilijk is dit om die strakke strepen te maken? Nou, we hebben allemaal trainers die jullie van dit heel veel van dit verschillende soort art laten zien. Ja. Van deze verschillende. Maakt niet uit. Hartstikke minimalistic, maar echt heel leuk ter inspiratie. Dus, ja, misschien ook wel voor mij. Jij houdt aan. Dat kan jij niet. Nee, maar wel op mijn eigen nagels. Oh ja, mevrouw is goed. Klein. Oh, dat doen we wel eventjes. Dat is beloofd. Deze volgende week hebben we natuurlijk ook nog de e-workshop met Demi. Ja. Over Christmas trends. Ja. Nou ja, Demi gaat hem gewoon lekker verrassen met allerlei leuke ideeën die zij heeft. Ja. Ik heb er wel zin in. Demi is altijd lekker snel. Ja, veel te doen. En lekker to the point. En echt heel leuk inderdaad. Dus blijf lekker kijken. En het is ook goed te doen allemaal. Dus wordt een leuke live, Pepijn. Ja. Zeker. Vergeet ook de agenda natuurlijk niet. Verkrijgbaar bij bestellingen vanaf €150 ex-BTW. Of je komt hem lekker gezellig ophalen tijdens het Nail Talk Live event. Dat zou ik doen. Dat zou ik ook doen. En dan kun je meteen je klanten door gaan plannen. En denk aan die tip van Cheryl, hè. Blok meteen voor jezelf wat vrije dagen. Ja. Zodat je bijvoorbeeld je haar kunt laten doen. Ja. Of gezellig met het gezin dingen kunt doen. Ja, inderdaad. En daar staan ook weer alle aanbiedingen natuurlijk in die we volgend jaar hebben. Komend jaar. Ja, en deze maand is dat natuurlijk de Top Gels. Dus onthoud 20% korting nu alvast. Dus niet alleen tijdens het event, maar de hele maand 20% korting op alle Top Gels die we hebben. En dat zijn er veel. Dus nu zou ik ze verzamelen. Ja, nou, dat was het dan voor vanavond. Een volle show, veel gedaan. Ja. Veel gekeken natuurlijk. Het duurt altijd hartstikke lang, maar ik hoop dat je er wat aan hebt. Dus, geïnspireerd bent door alle leuke nail art demo's natuurlijk. Dus dat was weer leuk. Ja, het was weer leuk. Mm-hmm. Ik heb wel zin in funny faces op een babyboom. Oh, met een glittertje eronder. En dan een klein streepje. Ja, en om een beetje airnails te maken. En een beetje airnails. Kortom. Ik bruis hier van de inspiratie en de energie. We wensen jullie een hele fijne avond. Yes. En we kunnen maar één ding zeggen. Tot snel. Tot Nail Talk Live. Doei doei.